Michael Kat en Jerry Jaan brengen u... Nee. Michael Kat en Jerry Jaan van Zaans... Nee, wacht even hoor. Zaansmedia.nl. Jezus, moet ik het toch doen. Brengen we het nieuws uit Zaanstad, ja. Michael Kat en Jerry Jaan van Zaansmedia.nl brengen u het nieuws uit de Zaanstreek. Nou, kijk mensen, zo gaat het dus. Als je dus foutjes maakt, ja, dan gelijk, moet je het weer opnieuw doen. En gelijk herstellen. Ja, dat knippen we er gewoon uit. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Ja, ja. Je hoeft niks meer in één keer goed te kunnen. Ja, dus dat. Nou, Lonneke, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb net even in jouw mappen gekeken. Ja, dat is voor de privacy natuurlijk. Want niet iedereen hoeft het te weten. Maar ja, ik ben gewoon onder indruk wat je allemaal eigenlijk voor opdrachten allemaal hebt. Ja. Het is, dat zou je niet verwachten van, ja, van een burger, zeg maar. Nee, ja, het is, je hoort natuurlijk elke dag de stemmen op de radio en op tv en alles. En je verwacht eigenlijk helemaal niet van ja, daar zit iemand achter die dat doet. Ja. Maar ja. Van alles en nog wat. En je bent een geboren getogen Zaankanter? Nee, zeker niet. Oh, niet? Nee, ik ben import. Oh, import? Ja. Oké. Ik kom eigenlijk uit het oosten van het land. Uit Apeldoorn. Maar, Apeldoorn. Apeldoorn. Oké. Okay. Maar nee, dus ik ben echt wel import, ja. Oké. Okay. Ja. En hoe voelt dat dan? Nou, was wel even wennen, maar... Nee hoor, ik voel me prima op mijn plek hier. Dus okay. Ja. Ik zit lekker hier in Krommenie. Ja, want er zit een groot verschil tussen Apeldoorn en Zaanstreek, hè? Ja, zeker. Apeldoorn heeft meer bosgebieden. Bos mis ik wel stiekem heel erg hier zo, dat klopt, ja. Ja, nee, dit is wel echt een beetje platte polder allemaal. Maar ja, en een heel ander accent natuurlijk, ja. Hè? Dat is eigenlijk wel waar. Apeldoorn zijn toch meer de boeren, dus ja, en die Zaankanters hebben ook een apart accent natuurlijk. Klopt. Ja, een schuitje koffie, ja, kuiken. Lekker beut in de teun. Maar ik zeg niet te veel, want dan krijg ik ze op mijn dak natuurlijk. Nou, maar maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, maar ja. En ik moet natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk helemaal zonder accent praten vaak. Oh jee. Dus, is dat soms wel eens lastig? Ja, nou, ik moet zeggen, mijn schoonfamilie en mijn vriend, die komen uit Amsterdam. Dus ik moet zeggen, ik ben wel als voice-over ben ik wel gevoelig voor taal. Dus ik ben wel gevoelig voor die accenten, ja, dat klopt. Okay. Dus af en toe dan moet ik wel even weer denken, oh ja, je moet wel een beetje netjes praten. Yeah. Ja, nee, grappig, Lonneke. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor deze uitleg in ieder geval. Ja, graag gedaan. Hey, ondernemer. In de wereld van Moneybird zitten je boekhouding en zakelijke betaalrekening in één. Met ons complete pakket kun je direct aan de slag en regel je al je financiën vanaf één plek. Wij werken aan de toekomst van boekhouden, zodat jij kunt doen waar je goed in bent. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Oké, Lonneke. Wat jij een interessant beroep. Zeker weten, ja. Mijn nou, ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk hoe jij dit allemaal zo doet. Nou, dankjewel. Ja, ja, dit is mijn thuisstudio, dus hier neem ik eigenlijk alle thuisopdrachten op. Soms moet je natuurlijk ook nog eens naar een studio buiten de deur. Maar ja, hier zit ik dan gewoon gedurende de dag een paar uurtjes eigenlijk. Wauw. Ja. En dit is gewoon zeg maar een hobby wat uitgelopen is naar een soort van baan. Ja, nou ja, dit is nu echt mijn fulltime baan. En ik ben ooit begonnen als muziekdocent en dit deed ik ernaast. Maar goed, dat ging op een gegeven moment zo goed dat ik moest besluiten van, hey, wat ga ik doen? En toen heb ik eigenlijk het roer omgegooid en dacht ik ga ervoor. Dus nu, dit is echt mijn fulltime baan, ja. Oké. Okay. Nee, heel gaaf. Ja. En ik mag aannemen dat jij hier zeg maar echt ook liedjes inzingt en inspreekt en hoe je het ook mag noemen. Ja, nou, ik doe ook inderdaad bijvoorbeeld voor radio jingles. Hè, als je radioprogramma's hebt, veel voor bijvoorbeeld online of lokale radiostations. Maar dan... ja, zing ik dus ook die radio of die jingles in van die programma's. Wauw, oké. Ja. Dus de aankomende periode met de kerst, dan
Zou maar zo eens kunnen, ja, dat er nog aardig wat kerstcommercials of kerstjingeltjes voorbij komen. Ja. Okay. Ja. Dus dan kunnen we jouw stem bewonderen op een van de... Nou, de grote radiostations ben ik bang van niet. Die hebben wel vaak hun vaste zangers en zangeressen, maar... Nou ja, in ieder geval Moneybird kun je mij de komende tijd wel in horen. Want die gaan altijd flink rond de kerst. Omdat rond januari veel boekhouders of boekhoudprogramma's geswitcht worden. Okay. Dus als je dat hoort, dan ben ik het. En met Sinterklaas? Sinterklaas, ja, ik heb wel wat. Bijvoorbeeld voor een groot winkelcentrum heb ik een soort Sinterklaas spot ingesproken. Dus als je ergens in, wat is het, Maarsen geloof ik, bij Bisonspoor bent, dan kun je mij voorbij horen komen. Oké, ja. Gaaf. Ja.